Ik heb ook bij AZ meegemaakt dat er een 13, 14 jongens het gehad hebben. En dat is heel verschillend. Eén, de klachten. En twee, ook hoe snel je daarvan herstelt. En in dit geval heeft hij nog wel de klachten die hij had, die zijn nog niet compleet over, laat ik het zo zeggen. Arne, goedemiddag. Hoe is het met Justin Bijlo? Beter. Maar nog altijd zo dat hij nog niet met de groep heeft meegetraind. Hij is vandaag wel naar buiten gegaan. We hebben ook een stukje met Galit getraind. En dat gaat behoorlijk goed. Maar het is ook altijd afwachten hoe hij daar weer op reageert. Dus perfect is het nog niet, laat ik het zo. Ja, geeft dit wel aan, zonder al te veel in detail te treden, dat hij er wel echt last van heeft gehad? Of is dit gewoon puur omdat hij even niet heeft kunnen trainen? Nee, hij heeft klachten gehad. Maar niet zo extreem. Zoals we op dit moment natuurlijk ook heel veel lezen en horen dat mensen zulke hele extreme klachten hebben. Dat gold natuurlijk voor hem niet. Hij is ook gewoon thuis geweest. Maar ik heb ook bij AZ meegemaakt dat er een 13, 14 jongens het gehad hebben. En dat is heel verschillend. Eén, de klachten. En twee, ook hoe snel je daarvan herstelt. En in dit geval heeft hij nog wel de klachten die hij had. Die zijn nog niet compleet over, laat ik het zo zeggen. Ja, wat verwacht je voor zondag? Maar die klachten zijn wel heel mild hoor. Ja. Wat verwacht jij voor zondag? Nou, ik hoop, maar dat is afhankelijk van hoe hij vandaag reageert, dat hij morgen met de groep mee gaat trainen. En dan zullen we ook dat weer moeten kijken hoe hem dat afgaat. En dan weer de reactie daarop af moeten wachten. Dus ik heb van de week volgens mij het een race tegen de klok genoemd. Nou, daar zit ik op dit moment nog niet anders in. Dat is het nog steeds. De rest van de selectie, want door de week is natuurlijk hield je een paar jongens op de bank. Ook vanwege fitheid had dat te maken. Hoe staan ze voor zondag erop? Ze hebben allemaal meegetraind vandaag. Ja. Dus ze staan er in principe goed op. Ze zijn goed door de wedstrijd gekomen. Ook geen klachten vanuit de wedstrijd opgelopen. Dus dat is prima. Ja, van Jens heb ik van de week iets aangegeven. Dus dat is er dan in een dag natuurlijk compleet anders. Maar voor het overige. En ook Jens heeft de afgelopen wedstrijd gespeeld. Dus ze zijn gewoon fit. Ja, want volgens mij is, maar corrigeer me als ik dat verkeerd heb begrepen, de enige reden voor jou om te gaan wisselen, om te roleren, volgens mij gebruik je dat woord zelfs niet eens, heeft te maken met fitheid van spelers. Anders hou je gewoon vast aan die kern in principe. Ja, of ik vind dat een ander het meer verdient dan een ander. Dus dat zit hem niet alleen in fitheid. Dat is kijken naar de kwaliteiten die we tot onze beschikking hebben en wat die wedstrijd vraagt. En dat zit hem ook wel in fitheid, maar niet alleen maar in fitheid. Ja, want er zijn een paar spelers die dermate aan de poort rammelen dat je zegt, ja, die horen erin te staan. Nou, daar hebben we er wel meer van, denk ik inderdaad. Maar als je even simpel naar de rechtsbuitenpositie kijkt, heeft het ook met de invulling te maken die je voor die wedstrijd wil hebben. Dus wil je een echte rechtsbuiten hebben of eentje die wat meer het middenveld ondersteunt en daarmee wat onrust kan veroorzaken bij een tegenstander. Wat past ons het beste en waar heeft de tegenstander het meeste moeite mee? Nou, dan noem ik één positie. Maar zo kun je, voor elke positie heb ik wel verschillende types. En ja, dan kun je dan, omdat ik inmiddels vind dat we over meer dan 11 basisspelers beschikken, kun je daar ook keuzes in gaan maken. En dat is lange tijd minder geweest. Niet zozeer omdat we ze niet hadden, maar veelal omdat ze nog niet fit waren of nog niet wedstrijdfit waren, laat ik het zo zeggen. En we hebben er nu meerdere die absoluut in staat zijn om 90 minuten te spelen. Guus Stil is natuurlijk als een komeet gekomen hier. Hè? Meteen met een hattrick. Beter kun je niet starten. Dan legt hij de lat ook erg hoog voor zichzelf. Hij is nu qua doelpunt in ieder geval wat minder opvallend. Maar kun je aangeven wat, ook als hij dan niet op de scorelijst wat dat betreft staat, wat zijn waarde voor de rest voor die ploeg is? Waarom hij ja, toch heel snel de jou tot op het formulier zal worden gezet? Dat is één omdat hij ook goals maakt en ook rendement heeft en ook nog steeds wel in die scoringspositie komt. Maar wat hij daarnaast ook nog brengt is een ongekend loopvermogen als de tegenstander de bal heeft. Dus hij kan bijna in zijn eentje twee tegenstanders afstoppen. En wint daar ook heel vaak ballen, pakt die af waardoor wij in counters terecht kunnen komen. Als ik nog even Twente voor de geest haal, pakt hij hem ook van Brahma af en weet hij op die manier Brian een enorme kans te geven. Dus ja, Guus is een speler die scorend vermogen heeft. En dat gaat altijd een beetje in golvende bewegingen. De ene keer schiet je er meer in en een andere keer. Maar daarnaast heeft hij nog ongelooflijk veel waarde als we de bal niet hebben. Hoe staat hij er zelf in? Hij oogde in die wedstrijd van de week, heeft hij zelf na afloop wat van gezegd. Wat geïrriteerd ook met zo'n duelincident. Zit hij wat dat betreft wat minder in zijn vel? Wat merk je aan hem? Oh nee, dat merk ik helemaal niet aan hem. Maar het kan een momentopname zijn geweest in die wedstrijd dat hij zich ergens aan geïrriteerd heeft of... Dat weet ik niet. Ik weet wel dat Guus, misschien in tegenstelling tot wat je van hem verwacht, omdat hij altijd zo lacht en zo plezierig is, dat er ook niet zo heel veel van nodig is bij hem om ook eens een keer
geïrriteerd te zijn. Maar ja, ik denk dat dat gewoon een momentopname was. En volgens mij zei hij na die tijd al dat hij dat zichzelf daar niet helemaal in herkende hoe hij dat aanpakte. Dat vond ik ook, was ik overigens volledig met hem eens. Want als je scoort moet je niet zo'n reactie geven aan een tegenstander. Het is wel een verlengstuk van de trainer, hè? In welke zin? Althans, ik zie jou tijdens wedstrijden ook wel eens geïrriteerd zijn. En op de persco's redelijk goed lachs vaak. Ja, als je het zo bedoelt, dan... Zo bedoel ik hem, ja. Is dat misschien niet zin een verlengstuk, maar zijn we beide mens. Ja, dat klopt.